Moet ik nou niet doen? Dat is al lullig. Ja, dan zeg ik, vind je dat er niks betaald? Ah, nee, dat is al naar de micro. Klopt. Het is al een kleine 50 jaar dat we hier met kabiet schieten. Dus als klein jochie ben ik er ook al mee begonnen in het verleden. Samen met een groep buurjongens deden we dat. En dat wordt nu langzaam maar zeker door andere generaties wordt dat overgenomen. De jeugd van tussen de 20 en de 25 jaar die organiseert dit allemaal nu. Dus daar hebben wij als ouderen hebben daar heel weinig mee te doen. Tenten komen er te staan, drank wordt verzorgd. Allemaal op basis van vrije gift. De buurvrouwen die zijn ook druk bezig. Die zorgen dat iedereen een hapje en een drankje krijgt. Nou, en dat betekent dat het lekker gezellig is met elkaar. Een grote groep mensen is er gekomen. Dus prima. Vorig jaar hadden we wat klachten uit de buurt. Was al een paar jaar. We zijn er gelukkig met elkaar en met de gemeente uitgekomen. Dus we hebben een iets andere locatie, een paar honderd meter verder weg. En we hopen nu dat het allemaal probleemloos verder gaat. Dus er was ook goed overleg met de gemeente mogelijk. Met andere woorden, ik hoop dat we er nu met elkaar goed uitgekomen zijn. Ik mis trouwens wel die drum die zo'n 50 meter de lucht in ging. De gemeente vond dat eigenlijk te gevaarlijk. Omdat zo'n drum ook wel eens een keer iets uit positie kan raken. En we hebben er altijd wel goed op gelet dat het redelijk goed ging. Maar goed, we zijn ermee ingestemd om zonder drum verder te gaan. Hoe lang gaat het duren, het feestgedruis? Nou, meestal is het zo langzamerhand, als het donker wordt, dan wordt het langzaam weer minder. Dus dat zal denk ik nog een uur, anderhalf uur doorgaan. En dan gaat menigeen weer huiswaarts, hoewel er ook nog een hoeveelheid mensen in de tent door blijven gaan. Ja. Maar dan is het, gekneld. Ja. Wel afgelopen. Ja. Oké. De centen, hoe komen jullie daaraan? Ja, nou, we leggen gewoon elk jaar voor onszelf leggen we gewoon geld in. En dan buiten dat hebben wij gewoon een vrije gift hier. Ja, dus in principe is gewoon de bedoeling dat wij de kosten dekken hier. En we hoeven er echt niet rijk aan te worden. Maar goed, we moeten ook geen geld aan verliezen. En daaraan hebben we ook een extra puntje meer verricht voor de veiligheid. Zorgen dat het allemaal goed voor elkaar is. Een stukje EHBO. We hebben de brandblussers aanwezig hier. Dus gewoon extra energie in de veiligheid gestopt. Oh, ik snap de vraag.